Welkom terug bij Miss en Mr. Sport & Fashion. De 12 finalisten bereiden zich fysiek en mentaal voor op de catwalk-rondes met publiek. En de selectieronde die uiteindelijk slechts 2 winnaars zullen opleveren. Van harte welkom bij deze officiële finale van Miss en Mr. Sport & Fashion. Eindelijk de ontknoping van 7 zenuwslopende weken voor de finalisten. De finale van Miss en Mr. Sport & Fashion kent natuurlijk onze 3 key elements. Sportivity, fashionability en prestige. Maar waar zouden onze finalisten zijn zonder de adviezen, kritische tips en natuurlijk de keynotes van onze juryleden. High performance coach Roberto Elan. Melissa Stekers. Dan het volgende jurylid. De man die in zijn dagelijkse leven heel veel kleding ontwerpt. Al zijn creaties zijn over de hele wereld in allerlei vakbladen te zien. En we zijn super trots vanavond dat hij bij ons is. Hier is ontwerper Sepehr Maghsoudi. From Russia with love is our international coach Larissa Rachenko. Dit is de allerlaatste ronde van de finale van Miss en Mr. Sport & Fashion. Deze ronde is in mooie creaties, haute couture creaties van jurylid en couturier Sepehr Maghsoudi. Ja, dat was een fantastische final round en wat een prachtige creatie, Sepehr. Je hebt echt je best wederom gedaan. Ja, last but not least, Sepehr, ga je nu ook wat vaker fitte vrouwen gebruiken voor jouw fantastische modeshows? Nou, ik heb al eerder al met fitte heren en dames gewerkt, maar zeker. Ja, na het zien van deze fantastische show. Ja, ze droeg je creaties met trots. Hij zit echt als een blije schooljongen die net een 10 heeft gescoord. Ja. Helemaal fantastisch. Maar ja, het is natuurlijk ook echt mooi, hoor. Dat de creaties de kandidaten versterken en andersom. Ja. En ik denk dat ze het ontzettend goed hebben gedaan. Maar ja, dan kunnen er maar 2 de titel winnen van Miss en Mr. Sport & Fashion. Degene die op de 3e plaats is geëindigd is Emiel. De volgende kandidaat die ook op de 3e plaats is geëindigd. Maxime. Dan is nu het moment aangekomen. Officieel Miss en Mr. Sport & Fashion 2017 zijn geworden Melissa en Kaan!
Tot zover deze spetterende finale van Miss & Mr. Sport & Fashion 2017. En als jij nou thuis denkt van, tjonge, ik zou me heel graag willen opgeven voor het tweede seizoen, dan kan dat even, dan kun je je melden op onderstaande link, oftewel de website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag in het tweede seizoen van Miss & Mr. Sport & Fashion. En zoals jullie net hebben gezien, het belooft één en al spektakel te worden. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doeg!